Hallo Sunshineers, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominique Maas. met mijn kanaal is het bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het huiden van Aquarium naar jullie toe. Vandaag de tweede vraag op rij die ik beantwoord, die ik heb binnengekregen in mijn mailbox. De vraag komt van Bart Rossil. Hey Dominique, zoals je weet heb ik een quarantainebakje waarvan ik nu dagelijks water overbreng van de ene bak naar de andere. Wat als de dag gekomen is dat de vissen van de ene bak naar de andere mogen? Moet ik dan ook mijn vissen in een zak doen zoals je ze koopt in de winkel en laten liggen op mijn water van het aquarium? Of mag dit op een andere manier? Wel, Bart, eigenlijk is het antwoord daar vrij eenvoudig en niet eenvoudig op. In theorie moet het water van jouw quarantaine-aquarium, als je dagelijks overbrengt van het ene aquarium naar het andere aquarium. In theorie moet dat water dan ook exact hetzelfde water zijn als wat in jouw show aquarium dus het aquarium waarin ze gaan komen zal zitten. Als dat zo is, is het vrij eenvoudig. Je schept jouw vissen uit het ene aquarium, uit het quarantaine aquarium, en plaatst ze zo snel mogelijk over in het andere aquarium. Zo weinig mogelijk stress. Dus niet in zakjes gaan steken, niet gaan laten overdruppelen, laten drijven, weet ik veel wat allemaal. Gewoon, je neemt jouw aquarium emmer, dus de emmer die je specifiek voor jouw aquarium gebruikt. Je gaat jouw vissen daarin gaan doen, en gaat dan de vissen vanuit, het, vanuit de emmer in jouw show aquarium doen. Als ze vlak naast elkaar staan jouw quarantaine en jouw show aquarium is het heel eenvoudig. Schap, plop. Schap, plop. Zo eenvoudig is het. Dus ga ze niet onnodig veel stress gaan geven. Dat is absoluut niet nodig. Bovendien ben ik absoluut al geen voorstander van de druppelmethode. Mijn theorie daarover wat de druppelmethode is, wat plop en drop is, kan je gaan vinden in het linkje die hierboven in beeld verschijnt. Heb jij ook een vraag voor mij? Wil je die ook behandeld zien in een video? Ga dan zometeen gaan klikken op de thumbnail die volgt. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik wens jullie nog een fantastische dag toe. Daag!